Vanmorgen heb ik op het politiebureau van Pijnakker aangifte gedaan tegen Ed Sinke wegens schending van artikel 138a wetboek van strafrecht in zaken computervredebreuk. Ten tweede heb ik ook aangifte gedaan wegens verduistering van twee geldkastjes met kistjes met cashgeld op grond van artikel 331. Rita Verdonk voelt zich belazerd en is boos. De leidster van Trots op Nederland heeft zondag bij de politie aangifte gedaan tegen haar voormalig adviseur Ed Sinke. Hij logde in juli verschillende malen in bij bankrekeningen van Trots op Nederland, terwijl hij niet meer in het bestuur van de stichting Vrienden van Rita Verdonk zat. Hij heeft in totaal ruim €216.000 overgemaakt naar zijn eigen bedrijf, aldus Rita. Verdonk start dan ook een civiele procedure om een groot deel van het bedrag terug te vorderen. Ten eerste is het natuurlijk zo dat hij altijd heeft gezegd van ik doe het gratis. En nou, dat blijkt niet het geval te zijn, want er is in ieder geval €216.000 heeft hij overgemaakt naar zijn eigen bedrijven. Dat is één. Het tweede is dat hij een groot deel van dat geld uitgegeven is zonder geldig contract. Uitgegeven is zonder urenstaten die getekend zijn, urenstaten die niet geautoriseerd zijn, dus helemaal niet volgens de regels die daarvoor gelden. En dat betekent dat we die civiele procedure gaan starten om te kijken wat we nog kunnen terughalen. Sinke heeft die beschuldiging altijd ontkend. Volgens de voormalig penningmeester heeft hij wel bedragen in rekening gebracht voor werkzaamheden die door personeel van zijn bedrijf zijn uitgevoerd. Sinke laat in een reactie weten dat hij had gehoopt dat Verdonk zondag haar excuses aan hem zou aanbieden in plaats van met nieuwe beschuldigingen te komen. Er is geen bewijs, herhaalt hij zondag. De enige fout die ik ooit gemaakt heb, is dat ik me voor haar heb ingezet. Sinke heeft dan wel Verdonks vertrouwen beschaamd, maar de politica laat zich niet van haar troon stoten. Wij gaan bezig met de verdere opbouw van Trots op Nederland. Dank voor uw aandacht.